Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo. Mohamed Kourasi, gefeliciteerd. Wat was de belangrijkste reden dat jullie vandaag gewonnen hebben? Ik denk dat we gecontroleerd hebben gespeeld, de hele wedstrijd. En ja, natuurlijk, je ziet dat we klikken. De spelers hebben de afgelopen week eigenlijk in de nationale teambreak hard getraind. Ja, dat zie je gewoon vandaag, dat wij gewoon sterk vanaf het begin waren. Jij was er niet bij. Mis je dat dan of is het ook wel een hele grote eer om dan even weg te zijn? Ja, het is van beide kanten eigenlijk. Je wilt natuurlijk graag voor het Nederlands team spelen. En tegelijkertijd wil je ook met je team zijn. Maar ja, je ziet dat we vandaag ook echt de uitstraling, die was gewoon leuk. We speelden met elkaar en het was gewoon gezellig om bij elkaar te zijn. En dat zie je, resultaat is belangrijk dan. Dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen, langzaam maar zeker groeien wij als team wat dichter naar elkaar toe. Ik denk dat we dat ook al waren. We hebben gewoon een hele moeilijke periode gehad met de FIBA en de top 3 wedstrijd achter elkaar eigenlijk. Maar ja, je ziet dat we gewoon meer naar elkaar groeien, zoals je zegt. Kun je daar een voorbeeld van geven, van wat jullie dichter bij elkaar brengt? Je noemde zelfs het woord gezellig. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, ik denk dat we met elkaar buiten het basketbal ook gewoon, we zijn vaak in de sauna bijvoorbeeld of naar de film of ergens wat eten met z'n allen. Ja, ik denk dat dat wel de teamchemie eigenlijk ook bij elkaar brengt. Ik vroeg het er straks Herman van der Belt in de persconferentie ook. Ik vraag het jullie ook. Je zit nu ongeveer op 3/4 van de competitie. Heb je het gevoel dat jullie op schema liggen van waar jullie eigenlijk nu zouden willen staan als team? Ja en nee. Je verliest natuurlijk de beker. En dat zit nog een beetje in. Maar goed, we moeten ook gewoon verder. En de kampioenschap is natuurlijk nu op dit moment het belangrijkste. Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo.